Een van de grootste frustraties als mensen willen aankomen of afvallen, daar is toch wel die weegschaal. Hè? Want die fluctueert als een malle. Hoe kan dat nou? Dat ga ik je uitleggen in deze video. Nou, uh, deze jongen, dat is dus echt niet je beste vriend als je af wil vallen of aan wil komen. Want iedere keer als je erop gaat staan geeft hij een ander getal aan. Gewichtsfluctuaties die kunnen echt enorm zijn. En misschien wel groter dan je je voor kan stellen. Want sommige mensen denken bij een halve kilo nog van... Nou, ah, vind ik wel oké. Okay. Maar je gewicht kan prima misschien wel 1 à 2 of 2,5 kilo variëren per dag. En dat is echt veel. Maar hoe kan dat nou? Dat ga ik je vertellen. Allereerst... Uh, gedurende de dag gaat je gewicht al variëren. Ochtends weeg jij iets heel anders dan s avonds. Misschien denk je nu, dat is logisch. Maar misschien denk je ook wel, hoezo dan? Wat dacht je ervan als je deze bidonwater leeg drinkt? Dat is uh, 700 milliliter. Daar plas je niet in één keer uit. Hè? Dus als je daarna op de weegschaal gaat staan, ben je zwaarder. Dat is heel erg logisch. En gedurende de dag eet je de hele tijd. Eet je zo'n uh, lekkere flinke watermeloen op, denk je, er gebeurt helemaal niks. Maar weet je hoe zwaarder dat ding is? Ik durf niet op de weegschaal te leggen, maar ik denk dat hij uh, zeker een kilo of drie weegt. Dus, allereerst, hè, ik zorg even dat hij niet van mijn bankje afhaalt. Je eet gedurende de dag, je drinkt gedurende de dag. Het is heel logisch dat jij s'avonds zwaarder bent dan 's ochtends. En dat kan een kilo zijn, dat kan anderhalve kilo zijn. Het is maar net wie je bent als persoon en hoe gevoelig dat je daarvoor bent. Dat kan zelfs twee kilo zijn of tweeënhalf. Dus. Ik zou altijd zeggen: als je je weegt en je wil gewicht gebruiken als leidraad voor progressie, ga dan in ieder geval altijd ochtends op je weegschaal staan. Want dan ben je nuchter. Dan zit er nog niks in je buik, thans hè, niet van die dag. En dan krijg je het meest realistische beeld als je gaat vergelijken. Want wat jij eet op een dag bepaalt uiteindelijk wat er 's avonds op die weegschaal staat. Dus als je anders eet, eet je meer volume gedurende de dag. Eet je meer koolhydraten gedurende de dag. Dan is dat avondgewicht ook anders. Nou, dat is één. Daarnaast. Van dag tot dag fluctueert je gewicht ook echt enorm. Stel nou aan, je eet heel veel zout. Er zijn, er zijn zoutkorreltjes. Er waren er een beetje veel in één keer. Ik wilde even heel subtiel schudden. Maar ja, uh, zoutkorrels dus. <laughs> eet je zout. Dan slurpt dat vocht op. Dus als jij een hele zoutrijke maaltijd eet, de avond van tevoren en je gaat de dag erna op de weegschaal staan, denk even aan uh, pizza of aan sushi met heel veel sojasaus. Dan uh, ja, is die weegschaal de dag daarna echt niet zo lief voor je. Zeker niet als je af wil vallen. Als je aan wil komen, denk je misschien: Yes, ik heb meer gewicht. En de dag daarna het al gewoon. Dus uh, ja, wat dat betreft zout. Maar precies hetzelfde. Gebeurt met koolhydraten. Dus koolhydraten, dit zijn uh, zakjes suiker, en die ga je natuurlijk niet zo eten. Maar in heel veel dingen die je eet, zitten koolhydraten. En al die koolhydraten die slurpen ook weer vocht op. 1 gram koolhydraten houdt ongeveer 3 à 4 gram vocht vast. Verklaar dus ook waarom als jij koolhydratenarm gaat eten, je ineens heel veel afvalt. Dat heeft vooral te maken met vochtverlies. Maar van dag tot dag ga je dat dus ook terugzien op je weegschaal. Dus uh, Stel jij hebt even een, een avondje lekker doorgezakt met een paar uh, biertjes en uh, wat pizza en een uh, tony-streepje of een uh, Ben Jerry's ijsje. Ik zeg maar wat. Heel veel koolhydraten, heel veel zout. Heel veel resultaten teweegschalen, maar misschien niet het resultaat wat je wil. Dus dat zijn eigenlijk de hele verklaarbare factoren. Vochtretentie. Waar we vaak niet bij nadenken, en dat is vooral voor de vrouwen onder ons een dingetje. We hebben één keer in de maand zo'n probleempje: hè? Dat, wat mannen wel eens vaak een rode zee noemen: hormooncyclus. Dus je hormonen die zorgen er ook voor dat je gewicht gaat fluctueren. Heel veel vrouwen hebben dat op het moment dat ze ongesteld moeten worden. En dat kan echt al de week van tevoren zijn, kan ook de eerste paar dagen zijn. Dat dat ervoor zorgt dat je gewicht gaat toenemen. En dat kan echt veel zijn. Dat heeft dus te maken met hormoonfluctuaties. En die hormoonfluctuaties, die zorgen ervoor dat er vochtretentie plaatsvindt. Dus weer die schuldige, weer dat vocht. Maar daar moet je wel over nadenken. Dus als jij in je menstruatie op de weegschaal kan staan, dan kan dat ding echt alle kanten uitvliegen. De laatste voor de sporters onder ons, als je even flink getraind hebt en je hebt een bak aan spierpijn, spierschade is vochtretentie. Dus als je heel veel spierpijn hebt en je gaat op de weegschaal staan... kan het prima zijn dat je gewicht dus ook laat zien dat je uh, stijgt in gewicht. Dus dat er, een, dat er meer vocht zit in je lichaam, omdat die spieren om herstel vragen... omdat er spierschade is, wat dus weer vochtretentie teweeg brengt. Nou, zo heb je zomaar vijf factoren, waardoor dus je gewicht echt enorm kan fluctueren. Dus de tip van de dag, als jij met je gewicht bezig bent en je wil je progressie bijhouden... Kijk niet naar de dagelijkse variaties. Als je gewicht wil gebruiken als progressietool, kijk dan liever naar wekelijkse variaties. Dus hou gedurende je week een aantal dagen je gewicht bij, het liefst een vier of vijf dagen. Pak het gemiddelde daarvan en vergelijk het met de week erop. Hou dan rekening ermee dat dus bijvoorbeeld dingen zoals een hormooncyclus, dat je daar misschien even door een paar weken heen moet kijken. Want het kan best een week zijn of twee weken dat je zwaarder bent. Maar zo kun je veel beter zien wat jouw gewicht op lange termijn doet, en dan filter je die dagelijkse variaties, die filter je er gewoon uit. Dus wil je je gewicht gebruiken als leidraad, doe het dan op die manier. En als je merkt van hey dat gewicht dat frustreert me te veel, ga kijken naar andere manieren van progressie, want die frustratie dat is echt helemaal niet nodig. Nou, wil je nou tips over jouw doelstelling, of zeg je van nou ik wil afvallen en ik heb wat extra tips nodig over voeding? Roept u maar, laat even een comment achter onder de video of stuur ons een berichtje als je het liever wat meer privé wil doen via Instagram of Facebook en dan helpen we je graag op weg.